Dit is Schiermonnikoog, een van de West-Friese eilanden dat onderdeel is van het werelderfgoed de Waddenzee. Met ongeveer 950 inwoners is Schiermonnikoog het kleinste waddeneiland. De prachtige natuur en de recreatieve mogelijkheden zijn de voornaamste redenen waardoor het toerisme hier iedere zomer weer opbloeit. Het eiland is zelfs zo populair dat er jaarlijks tegenover elke inwoner zo'n 300 toeristen staan. Voor zowel mensen van het vasteland als de inwoners van Schiermonnikoog is het eiland van onschatbare waarde. Schiermonnikoog is, vroeger was de slogan een oase in de Waddenzee en dat is het ook echt. Je loopt 5 minuten bij je werk vandaan en je bent in het paradijs, bij wijze van spreken. Dat is Schiermonnikoog voor mij. Ja, Schiermonnikoog is natuurlijk een parel van de Wadden, een heerlijk rustig eiland. Dus, dat is voor toeristen natuurlijk ook iets heel leuks om dingen te genieten die echt op het eiland zelf worden geproduceerd. Dus ik hoop dat ook te mogen meemaken. Maar ik hoop vooral ook dat dat ook een beetje blijft zoals het is. Maar het eiland zal helaas niet hetzelfde blijven als er geen maatregelen worden getroffen op het gebied van duurzaamheid. Het stond vorige week op nu.nl. Wij zijn gedoemd te verzuipen binnen twee generaties. Dat is natuurlijk een doemscenario. Maar de stijgende zeespiegel heeft wel echt een invloed op het hele Waddengebied. Want de kans bestaat dat dat unieke van de droogvallende Wad, dat dat daadwerkelijk verdwijnt met de zeespiegelstijging. En hoewel dit problemen zijn die het eiland niet alleen kan oplossen, biedt de kleinschaligheid van het Schiermonnikoog wel unieke kansen voor zelfvoorzienendheid in harmonie met de natuur. Het eiland zou hier zelfs een voorbeeldfunctie kunnen vervullen. Meerdere experts zijn het hiermee eens. Duurzaamheid is voor mij heel belangrijk omdat ik me realiseer dat we één planeet hebben. We hebben geen reserveplaneet. En als ik zie hoe we op dit moment met onze planeet omgaan, dan baart het me toch wel de nodige zorgen. Maar ik geloof wel in de kracht van zelfsufficiëntie als versterking van je lokale identiteit en je trots. Als je voor jezelf kan zorgen als eiland, dat geeft een sterk gevoel van onafhankelijkheid. Tot nu toe zijn de Waddeneilanden in veel opzichten nog afhankelijk van het vasteland. Het is een eiland en er ligt een gasleiding naartoe en er ligt een elektriciteitskabel naartoe. En dat is eigenlijk het enige. Voor de rest ben je op jezelf aangewezen. Dat is natuurlijk het aparte aan een eiland. Nou, ik denk dat je toch met huidige technische middelen veel efficiënter kan zijn en veel meer zelfsupport in het gebied van zonne-energie. Misschien ook wel wind. Sommige mensen vinden het lelijk, maar één grote windmolen op een eiland zou het hele eiland van stroom kunnen voorzien. Zoals Ameland nu een statement heeft gemaakt met een eigen zonnepark. Nou, zo kan ieder eiland op zijn manier iets doen met energie, met voeding, met water. Maar niet iedereen is het eens met zulke duurzaamheidsprojecten op Schiermonnikoog. Sommige mensen zijn bang dat het eiland er minder aantrekkelijk door wordt. De meningen zijn verdeeld. Ja, je moet heel erg identiteit bewaken. De zonnepanelen zijn in de regel lelijk. Dus als jij hier het hele beschermd dorpsgezicht volgt gooien met zonnepanelen, dan wordt het geen fraai plaatje. Die mensen, de mensen van de provincie, allerlei diensten, die zeggen van, misschien ook is het helemaal niet zo moeilijk. Dat zou ik voor 2020 nog kunnen doen. Als je een zonnepark hier aanlegt, zo groot als op Ameland, dan heb je al stroom genoeg voor het eiland. Dus het is, hier roep ik allemaal, dit is echt een unieke kans als je wil. En er zijn nu ook financiële mogelijkheden, als je dat wil met elkaar. Om dit proces te starten zijn initiatiefnemers nodig. Nou, ik geloof zelf wel in burgerparticipatie. Dus dat burgers en ondernemers van die eilanden zelf dit oppakken. En dat dan een gemeente ook zo slim is dat ze daarin meegaan. Maar is iedereen daar wel voor in? Bewuste mensen die zich daar zorgen over maken, die denken wel over een 100 jaar planning. Met mensen die heel tevreden zijn met de Carpe Diem, we zien het wel. Ontzettend veel mogelijk is en dat heel veel van die dingen ook economisch gezien prima uitvoerbaar zijn. Maar dat het heel vaak een situatie is dat mensen toch de kat uit de boom kijken, afwachten van wat doen de buren.
op een gegeven moment moet je gewoon het lef hebben, moet je gewoon die stap nemen. En zo lastig is het niet. En uiteindelijk doe je het niet alleen voor jezelf, maar ook voor de generaties die na je komen. Toch zou het initiatief niet alleen bij de burgers moeten liggen. En dan kun je zeggen van, nou, op Texel is deze aanpak succesvol. Op Ameland is deze aanpak succesvol. En dat kan ook op die andere eilanden. Want we hebben dat laten zien dat het op Ameland kan. Dus we laten dat ook zien als voorbeeld van wat er allemaal mogelijk is. Ja. Maar dan is het wel een kwestie van daadkracht op een gegeven moment. En die moet bij de gemeentes wegkomen. En zeggen van, nu gaan we actief aan de slag. Nu gaan we een zonnepark bouwen. Nu gaan we grootschalige energie besparen met isolatie van woningen. Enzovoort. Ook op Ameland houdt men zich hiermee bezig. Uit de initiatieven van Ameland blijkt dat duurzaamheid kan. Projecten zoals Wattcar, het zonnepark en de duurzame school zijn ontzettend succesvol. Maar het is in Nederland niet makkelijk. Het is erg bureaucratisch. Onze overheid is onze rijksoverheid, provinciale. Het is nou niet super actief. Het begint eigenlijk nu pas een beetje te komen. Ja. Nou, dat is veel beter dan je geld op de bank zetten omdat je wil sparen. Je energierekening gaat naar beneden. Wat kan je nou beter sparen dan zo? Om pilots op het gebied van duurzaamheid, op het gebied van voeding, energie, water, zou ik zeggen, ga lekker aan de gang zonder te wachten op alle anderen. En de enige die in de weg staat zijn de remmers. Nou, en die moet je gewoon laten zien door voorbeelden, dus ook aan de toeristen. Nou, voorbeelden kun je laten zien hoe interessant duurzaamheid is. Meer dan door preken of normatief gedrag.